Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandagochtend 9 juli. Vanochtend vroeg geen op veel plaatsen de zon nog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking nu snel toe. De temperaturen liggen tussen 19 en 21 graden en er staat een matige noordenwind. Vanmiddag nemen de temperaturen niet veel meer toe, het blijft 19 graden aan zee, lokaal kan het nog wel 25 graden worden in Limburg. Her en der kan een spatje regen vallen uit de bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Ook vanavond is er nog veel bewolking, vannacht zijn er wel wat opklaringen, het blijft dan droog. Aan het eind van de nacht neemt de bewolking vanuit het noordoosten weer toe. Morgen is er dan opnieuw veel bewolking en plaatselijk valt er ook een bui. Het stelt niet zoveel voor, er valt niet veel meer dan 1 tot 3 mm. De temperaturen liggen tussen 20 en 23 graden, wat wel een stuk frisser is dan we de afgelopen tijd gewend waren. Woensdag schijnt de zon weer flink, alleen in het oosten valt nog lokaal een bui. Vanaf donderdag is het vaak zonnig en de temperaturen stijgen dan in het zuidoosten opnieuw naar 28 of 29 graden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.